vindt u ervan als er in Almelo vuurwerkvrije zones zouden komen? Ik zou helemaal voor zijn. Ik zou eigenlijk helemaal voor een algeheel vuurwerkverbod zijn. En wat voor redenen heeft u daarvoor? Nou, vuurwerk wordt steeds heftiger en ook gebruikt door minderjarigen en mensen die er geen verstand van hebben. Nou, op zich vind ik dat wel prima. Ik heb wel een hond. Op zich zou ik dat wel prettig vinden, maar daarnaast vind ik ook wel gewoon dat de kinderen en jongelui op zich rustig vuurwerk moeten kunnen afsteken in Almelo. Ik vind het eigenlijk wel heel, heel goed, omdat heel veel honden en dieren daar bang voor zijn, voor dat geknal. Helemaal voor. Ja. U zegt dat heel overtuigd en overtuigend. Ja, ja. Nou ja, goed, ik kan het makkelijk zeggen, hè. Maar ik herinner me de tijd nog dat ik kinderen had zo van tussen de 10 en de 14. Ja, dan wordt het iets moeilijker. Maar ik denk, ja, kijk, ik vind Almelo dan wel iets er tegenover moet stellen. Hè? Dat vind ik wel lastig, want ik ben zelf heel erg van de vuurwerk. Dus ik vind dat gewoon dat moet kunnen, zeg maar. Dus ik snap wel dat ze bepaalde dingen met dieren, met honden, snap ik wel. Maar ja, op zich, ja, ik vind het lastig. Oh, dat is wel goed. Lijkt me wel goed. Sommige mensen kunnen er niet mee omgaan. En maar om helemaal te verbieden vind ik het te ver gaan. Maar dat lijkt me wel een goede zaak. Ja. Nou, daar zou ik heel blij mee zijn, want ik heb een hond en die zijn altijd heel erg bang voor vuurwerk. Die schrikken ervan. Dus dan zou ik daar de hond nog even kunnen uitlaten. Nee. Zeker niet. Nee, zeker niet. Nee. 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 Sommige mensen zeggen van, willen ze ons dat vuurwerk ook al afnemen? Dat dus, ja. Dat ben ik mee eens. Ja, ik ben zelf ook helemaal van het vuurwerk. Dus, Nou, dat zou geweldig wezen. En waarom zou u dat geweldig vinden? Nou, ook ten eerste voor de dieren en ten tweede ook voor de oudere mensen. En omdat de jongeren over het algemeen, nou ja, je weet zelf wel, vrij ondeugend zijn. Bent u voor een algeheel vuurwerkverbod? Nee, dat nooit. Nee. Hey, man, je moet toch wat te vieren hebben? Ja, ik zou het wel fijn vinden, maar ik heb een kleinzoon en die plakt stickers tegen vuurwerkverbod. Dus. Wat vindt u van een algeheel vuurwerkverbod? Ah, nee. Ik denk dat te ver gaat. Ik denk, je moet ook tradities moet je ook laten zoals ze zijn. Eenmaal alleen, je kunt ze wel inperken of aan reguleren, zeg maar. Maar je moet ze niet verbinden. Nee. Het werkt alleen maar narigheid in handen. Maar ik denk dat je eerder moet kijken van waar je wel vuurwerk af mag steken. En waar zou u dan aan denken? Ik zou vuurwerk afsteken. Naar buiten naar een ring van Almelo. Ik vind wel dat uiteindelijk dat het allemaal nu weer kan. Dat die bedrijven ook allemaal weer het vuurwerk kunnen verkopen. Ik denk dat ook goed is en ook voor leuk voor de sfeer. Er stoppen steeds meer vuurwerkhandelaren met hun zaak, hè? Ja, wat daar de reden van is, weet ik niet. Ik denk dat er veel kosten aan vastzitten waar ze allemaal aan wat voor regel en wetgeving ze moeten voldoen. Er zijn al vuurwerkwinkels die zeggen we stoppen met de handel. Ja. Want over een tijdje dan zit er helemaal geen brood meer in het vuurwerk. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar dat zou best kunnen. En dan heb je ook nog puntje milieuvervuiling. Ik vind het nu even deze tijd. Bijvoorbeeld een landelijk iets, zoals ze in Frankrijk doen. Ik heb een jaar met een nationale feestdag. Prachtig. Maar wat mij betreft mag het gestopt worden. En wat zouden jullie er dan van vinden als de gemeente op bepaalde plekken vuurwerkshows zou organiseren? Ik weet niet of dat voor de jeugd, voor mij zou het mooi zijn, maar of het voor de jeugd mooi is. En wat vindt u van elektronisch vuurwerk? Ik heb geen flauw idee. Nou, dan hoor je een paar knallen en het veroorzaakt geen luchtvervuiling. Nee, maar ik vind dat siervuurwerk toch het mooist. Je kunt tegenwoordig ook elektronisch vuurwerk maken, hè? Geen vervuiling en je hebt toch een beetje dat knaleffect. Ja, maar dat komt dan weer allemaal uit China en dat moet je niet willen. Sommige mensen denken trouwens, wat ontstaat ook weer afgenomen, dat vuurwerk. Wat vindt u van die stelling? Ja, dat vind ik toch geen goede instelling. Het is in het belang van de mensen zelf. En de overheid heeft een zorgplicht en een verantwoordelijkheid voor de veiligheid. En wat misschien een plezier is voor de ander en een kwelling is voor de buurman en voor de buurt. Ja, ja. Dat moet dan goed afgewogen worden. Het is moeilijk om daar een balans in te vinden. Ja, ja. Ja, oké, ook al afgenomen. Ik weet niet, ligt eraan waar je denkt, waar je voor, wat wordt jou afgenomen? Ik weet wel, je zit nou met de stikstof, dus ook de paasvuren zitten alweer onder het vuur. Dus. En wat vindt u van het karbietschieten? Dat is gewoon
ja, een gewoonte die erbij hoort, vind ik eigenlijk wel. Nou, zoals in die weilanden, dan zou ik het zeggen van nou, laat gaan. Ja, ik bedoel, maar ik vind het in de stad hoort dat niet. Ik bedoel, dat absoluut niet. En u gaat zelf ook niet met de oud en nieuw vuurwerk afstrijken? Nee, beslist niet. Ik kom uit een dorp officieel waar daar heel erg gedaan wordt. Ik vind wel, als het veilig wordt gedaan met ballen en dat soort dingen, vind ik het gewoon kunnen. Dat kapietschieten, nou ja, dat moet we ook een beetje aan band leggen. Kijk eens, wat die mensen tegenwoordig doen, ze kennen de grenzen niet meer. Als dat op kleine schaal gebeurt, zoals dat was, is dat oké. Maar dat moet alsmaar groter en harder en dat is niet goed. Ik doe het zelf niet, maar ik vind het wel leuk als ik erbij sta. Als ze het op een normale manier doen met de melkbus, dan denk ik dat het wel kan. Maar ja, je weet hoe ze gaat. Het moet steeds harder en steeds groter en zo. Ja. En dat is ook zo met het illegale vuurwerk. Ja, en hoe je dat dan kunt controleren, ja, dat... Ik denk dat dat het grote probleem is. Hè? Gaat u zelf nog vuurwerk afsteken? Ja, wel. Mijn luxe mensen naar oom van. Wij geloven in dat eind van het jaar schiet je alle slechte schiet je weg. Dus de boze geesten wegjagen? Boze geesten wegjagen en een jaar opnieuw beginnen. En gaat u zelf nog knallen met oud en nieuw? Nou, meestal wel. Meestal een beetje aan het einde van zo'n 12 uur nog wat sierpakketten de lucht in laten knallen. Dat is altijd wel leuk. Maar goed, daar kan je twee kanten mee op. Ik bepaal zelf wat ik doe. Of ik hou de grenzen in de acht van een ander. Nee, nou, dat is het ook. Hè. Ik denk dat we rekening mee doen met elkaar moeten houden. Maar ik denk dat wel iedereen, dat men allemaal wel zijn en haar ding moeten kunnen doen.